Nou, hier hebben we de slaapkamer van Marina en van Paulina en van Artjom. Ja. En die slapen hier op de slaapkamer van onze dochter. Oké. En ze zijn hier met een eigen autootje gekomen, dus met z'n zes in één auto, alle kinderen achterin. En waarom doen jullie dit? Omdat het familie is. Dan help je elkaar. Ja, дуже, дуже. Ми не можемо знаходитись там, тому що наші діти не мають цього бачити. Там жах. Wist u waar u aan begon? Nee. Maar toch doen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zwaar getraumatiseerde mensen in huis krijgt. Ja, dat zijn ze ook wel een beetje. Ja, dat merk ik vooral aan de moeders. Ja, maar daar zullen we hulp voor moeten zoeken. Maar u zegt dat is geen reden om ze dan maar niet te helpen? Nee, zeker niet. Nee, daar hebben ze juist hulp nodig van ons. Нас тут люблять дуже. Нас Хендріка, наша мама, друга. Да. Ik ben heel blij dat ik dit met hun kan doen. Dus... ja, komt vast goed. Moet goed komen. En ik hoop dat de oorlog heel snel voorbij is. Voor iedereen.